wat denkt u, is er een probleem? Er is een probleem. Het eenvoudigste bewijs dat er een probleem is, dat is de organisatie van de Islamitische Conferentie. Ja. Die hebben in 1980 de verklaring van Cairo uitgevaardigd, waarin zij de verklaring van de rechten van de mens ondergeschikt verklaren aan de sharia. Moet u goed voorstellen, de universele verklaring van de rechten van de mens. Ja. Die worden dus punt voor punt nagevolgd, maar daar staat het bijna altijd bij, binnen de grenzen van de sharia. Dat wil dus zeggen dat wat wij als beschouwen als fundament waar de hele wereld... Sharia is de islamitische wet, hè? Sharia is de islamitische wet. De islamitische wet, de toepassing van de Koran en de gedragingen van de profeet op het alledaagse leven. Ja. En dat gaat veel breder natuurlijk dan de christelijke godsdienst. Maar die sharia die is in strijd, werkelijk in strijd, met radicaal de met de universele rechten van de mens. Bijvoorbeeld, maar ze vinden dat geen probleem, zegt u zelf, want ze zeggen de sharia gaat voor op die rechten van de mens. Het is overigens, het doet er mij aan denken, precies hetzelfde wat Philip de Winter ooit heeft gezegd. Eigen volk eerst komt voor de rechten van de mens. Precies, uiteraard. Dan is er een probleem met mensen die voor die sharia gaan. Hoe moet je daarop reageren? Ik denk dat men er zich moet van bewust zijn. Die sharia bijvoorbeeld, die verklaring, is ondertekend door 56 islamitische landen, ministers van Buitenlandse Zaken, inclusief Marokko, inclusief Turkije. Dat wil dus zeggen dat onze Marokkanen en Turken, die eigenlijk ook de Marokkaanse en Turkse nationaliteit hebben, impliciet, zonder het zelf te weten, eigenlijk akkoord gaan met het feit dat de sharia boven de rechten van de mens gaat. Dat wil dus zeggen onder andere dat iemand die afstand doet van zijn geloof ter dood moet gebracht worden. Maar de vraag was, hoe moet je reageren? Wel, ik denk dat als je de mensen daarvan moet bewust worden. Maar je mag niet zeggen, dit is een klein groepje. Er is een klein groepje extremisten, maar die hebben natuurlijk aan hun kant het feit dat zij de letterlijke interpretatie van de Koran voorstaan. Ja, maar goed, maar de vraag blijft, hoe moet onze samenleving, hoe moeten die reageren? Verlichten. De waarheid zeggen. De waarheid zeggen. Maar men als moet men die uitgangspunten niet deelt, dan haalt dat toch niets toch uit? Toch wel. Kijk, bijvoorbeeld, de meeste moslims weten niet, en ik heb dat al de maal ervaren, als ik zeg, kijk, Aisha trouwde met Mohammed toen ze 6 jaar was, dus zijn haar vader maakte een contract, en ze hadden seks vanaf 9 jaar. Tuurlijk werd voltrokken toen ze 9 jaar was. Als je dat zegt aan een gewone moslima, die zegt, dat is niet waar. Dat is... Maar dan staat u daar toch, hè? Nee, dan toon ik in de teksten zelf, in de hadiths, dat dat daar staat en dat de hele islamitische wereld dat altijd aanvaard heeft. Maar professor, ze noemen u gewoon, ik heb dat met mijn eigen ogen gezien in ons eigen programma ter zake, een vrijzinnige fundamentalist en daarmee was de discussie gesloten. Dat is gemakkelijk, hè? Ja, natuurlijk, maar als er geen verbinding is in uitgangspunten, dan kan u niet discussiëren. Maar ik denk dat de waarheid moet altijd de verbinding steken zijn. Ik heb een debat gehad, na ter zake, de vorige ter zake met die dame, met haar dingen. En ik vertelde haar dat over de 9-jarige seks van dingen. Ze zei, dat is niet waar. Ja. En ik zei dan, het staat in de hadith. En dan zei ze, zeker niet bij Bukhari. Ik zei, uitgerekend wel bij Bukhari. Wel, als ze dan weigert dat te aanvaarden, dan vind ik dat fundamentele oneerlijkheid. En dat hoeven we niet te nemen. Ja, we moeten het debat aangaan. Dus het debat moet kunnen aangaan worden, maar je moet de feiten kennen. Oké. Okay. En dat is natuurlijk mijn passie. En men zegt dus, het heeft dus niets te maken met mijn jezuïte verleden. Het heeft te maken met mijn ongelooflijke passie voor de waarheid. Oké. Okay.